Ik ben Mandy, ik heb op Singeland te Penen gezeten en ik doe nu de kappersopleiding op het mbo. Wie mij heeft geholpen tijdens deze schooltijd is mevrouw Slomp. Ze heeft me altijd gesteund als ik het moeilijk had, niet lekker in mijn vel zat, kon ik altijd bij haar terecht. Ik heb altijd gesprekken met haar gehad en ze heeft me deze periode dat ik op school heb gezeten, heeft ze me er doorheen gesleept. Ik heb Mandy begeleid in het ontdekken van haar talent door gesprekken, door goed naar haar te luisteren, nieuwsgierig te zijn en de dingen waar ze vertelde waar ze, wat goed ging om het positief te bekrachtigen. En als ze tegen zaken aanliep met haar mee te denken wat ze daarin nodig had. Mijn groei is hier binnen school echt wel. Ik kwam binnen als een klein meisje, heel stil, niet durfde te praten, niet altijd naar de mensen toe durfde te gaan. Door de jaren heen is dat wel echt gaan ontwikkelen en ben ik erachter gekomen wie ik ben. En zo ben ik meer gaan praten en meer met mensen gaan praten. Op een gegeven moment heel grote vriendengroepen hier op school ook. En mezelf heb ontwikkeld. Mandy zie ik als een enthousiaste jonge dame. Die gewoon goed bezig is met haar toekomst en zich daar heel hard voor inzet. En die heel erg zichzelf durft te zijn en die zichzelf steeds beter heeft leren kennen. Mijn hart gaat sneller kloppen voor het talent. Echt wel in de kappersvak. Lekker bezig zijn met mijn handen vind ik leuk. In contact met mensen is het mooiste wat er is. Daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Met de groei die Mandy heeft doorgemaakt is dat ze zichzelf steeds beter heeft leren kennen. En dat ze steeds meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Nou, de tip dat ik echt geef is, wees alsjeblieft jezelf. Want als je jezelf bent, dan kom je dus sneller. En hier heb je mooie jaren om te gaan ontdekken wie je bent. En wat je wilt doen en wat je kunt gaan doen.